de grote verkiezingsdag in Nederland en in Woerden. RPL maakte een rondgang langs diverse stembureaus in en buiten de stad om te peilen welke thema's er bij de kiezers in onze regio spelen. U bent op weg naar het stembureau. Mag ik u vragen wat u gaat stemmen of eigenlijk wilt u misschien zeggen waarom u gaat stemmen? Waarom ik ga stemmen? Omdat ik nu eigenlijk zoiets heb van, ja, ik wil ook mijn stem uitbrengen. Omdat ik eigenlijk, ik stemde nooit, maar ja, ik dacht van, ik ga het nu maar doen omdat ik toch een beetje mijn vrijheid terug wil ook. Ja. Dat is voor u het belangrijkste? Ja, zeker. Ja. De voorzitter van het stembureau aan de Jozef Israëlslaan vertelde ons waar het locatie aan dient te voldoen. Ook vertelde zij welke taken tot een stembureau horen. Rouleren van functie. De ene keer is er een potlood uitdelen, de andere keer stembiljet. En het controleren van de identiteitskaarten. En controleren of mensen de stempas ook echt inleveren. En ook de stembiljet inleveren in de kliko. Zodat ze hem niet per ongeluk mee naar huis nemen. Wanneer zit uw taak erop? Dat is vanavond als er geteld is en alles klopt en ik uiteindelijk op het stadhuis alles ingeleverd heb. Hoe laat het gaat worden, geen idee. Verschillende stemmers gaven aan dat het klimaat voor hen wel het belangrijkste thema was om een keuze te maken. Het is drie partijen te twijfelen, maar ik ben er al uit. Drie partijen. En wat zijn voor u de belangrijkste thema's waarop u geselecteerd heeft? De belangrijkste thema is eigenlijk een stukje klimaat. In ieder geval een afweging geweest. En moet ik zeggen, in ieder geval investering zeg maar, in de bedrijven, met name. Maar u weet nu op wie u gaat stemmen? Ja. Mag ik vragen welke? BBB. De Boerenburgerbeweging. Ja. En komt u zelf uit de agrarische sector? Ja. Klopt. Vandaar dat mijn afweging eigenlijk is. Wat is voor u de belangrijkste reden dat u gaat stemmen? Omdat ik altijd van mijn stemrecht gebruik maak. Ook deze keer. En wat was voor u het belangrijkste thema deze keer om te gaan stemmen? Het belangrijkste thema is hoe we als Nederland uit deze crisis komen. En dat is het belangrijkste. Weet u al wat u gaat stemmen? Zeker. Mag ik het vragen of niet? U mag het wel vragen, maar ik geef het antwoord niet. Heel goed. Maar het belangrijkste om uit deze pandemie te komen. Waren er nog andere overwegingen? Andere overweging is klimaat. Vind ik ook belangrijk. Dat zijn wel de twee essentiële thema's waar ik me het meest druk over maak. En die mijn stem bepalen nu. Oké. En u? Wat mijn belangrijkste thema is, dat is het klimaatissue. Net als u. De man naast u. Ja, maar die had hem als tweede en ik hem als eerste. Hoort u dat? Het maakt namelijk wel uit. Ja. Omdat ik denk, ik vind uit de coronacrisis komen ook een belangrijke. Daar is mijn aandacht vooral naar hoe we armoede en kansenongelijkheid kunnen klein blijven houden. En dat heeft dus ook wel gemaakt dat ik lang een zwevende kiezer ben geweest. Want er zijn best veel issues als je en over het klimaat wil nadenken en ook wil nadenken over wat goed is voor kansengelijkheid in deze samenleving. Ik ga niet zeggen wat ik ga stemmen, maar ik ga wel zeggen dat ik ga stemmen op een partij waarvan ik verwacht dat die in de regering gaat komen en daar wat aan kan gaan doen. Een niet gering aantal stemmers vonden continuïteit van het huidige beleid heel belangrijk, met een nadruk op het beleid om uit deze pandemie te komen. Wat was voor u het belangrijkste om te gaan stemmen? Hoe moet ik dat zeggen? Ik vind minister-president dat hij het goed doet. En vooral in de coronatijd, hij krijgt veel kritiek. Maar ik vind dat hij zijn rug recht houdt en voor de mensen opkomt. Heeft u op die grote man gestemd? Zeker weten. Morgen. Ik zie u net de deur uitkomen van een stemlokaal. Ja. Heeft u uw keuze kunnen maken? Ja, heel duidelijk. Ik stem gewoon voor Rutte. Waarom? In deze tijd weet ik dat het wissel allemaal niet goed gegaan is. Maar ook voor heel veel dingen wel goed gegaan is. En als je nu de laatste tijd alleen maar op de televisie ziet van waarom je dat niet moet doen en dat gaat slecht. Dan denk ik, dan had je er eigenlijk veel eerder mee moeten komen en niet op het laatste moment alleen voor het stemmen. En Rutte doet er echt alles aan om het allemaal goed te doen.
En ja, iedereen maakt wel eens fouten en ik gun hem van harte. Jij heeft op de man gestemd? Op de man, hoe die het doet. Ja, zeker. Heeft u uw keuze al kunnen bepalen? Ja, ik wist het al lang. Al lang? Ja. Wordt het dezelfde partij als in 2017? Ja, maar het scheelt wel dat het Sigrid Kaag is. Geweldige vrouw toch? Is toch fantastisch? Wat u betreft, ja, als ik u zo hoor praten, wat u betreft mag zij ook wel premier worden? Ja, ik geloof dat het er niet helemaal in zit, maar het zou wel een enorme verbetering voor het land zijn, ja. Ja. In welk opzicht? Nou, gewoon een hele rustige, verstandige vrouw, een beetje in het midden. Een beetje een nieuw leiderschap, hè, zal ik maar zeggen, ja. Ja. Zijn we daar als Nederland aan toe, aan een nieuwe leider? Ja, dat denk ik wel. En gewoon een verstandig iemand, niet zo lopen te schreeuwen en zo. Gewoon een beetje rustig nadenken. Niet de boel opjutten. Nou, meer verbinden, samen doen. Verschillende stemmers spraken hun voorkeur uit voor een meer christelijke duiding van de politiek met goede normen en waarden. Wat was voor u het belangrijkste thema voor de verkiezingen? Nou, ik vind een christelijke partij vind ik ontzettend belangrijk. En in ieder geval een partij die doorgaat met hetgeen waar we nu mee bezig zijn. En dat vind ik wel ontzettend belangrijk. En, het doorgaan, wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel met het doorgaan dus dat we gewoon gaan op de weg die we nu afgelopen 4 jaar ingeslagen zijn. En natuurlijk, er worden fouten gemaakt, maar aan de andere kant ook ontzettend veel goede dingen. U gaat stemmen? Ja, dat is de bedoeling. Vindt u dat fijn om te kunnen doen? Het is in ieder geval belangrijk om te doen, denk ik. Ook al heb je zelf niet heel veel invloed thuis, dan is het toch... Als je niet gaat, dan heb je helemaal geen inspraak. Ja. U gaat dus stemmen en heeft het lang geduurd voordat u een keuze kon maken of zweeft u eigenlijk nog? Nee hoor, het is wel duidelijk wat ik ga stemmen, ja. Wat zijn daarbij de thema's geweest voor uw keuze? Met name mijn christelijke achtergrond, om toch een christelijk signaal weer terug te laten komen. Dus ja, in die groep ben ik gaan zoeken. Vindt u dat belangrijk dat weer wat sterker wordt in Nederland? Nou, ik denk dat de normen en waarden van het christelijk geloof inderdaad wel wat meer mogen staan. Ja. Goed, dank u wel. Ja. Jonge kiezers gaven aan dat best wel moeilijk gevonden te hebben om uiteindelijk een keuze te maken. Gedegen voorbereiding heeft hen geholpen bij het stemmen. Ik vraag niet gelijk op wie ga je stemmen, maar was het een moeilijke beslissing? Nee, ik wist het gelijk al. Je bent niet zwevend geweest? Nee, totaal niet. Ik ga op Volt stemmen, is best wel een nieuwe partij. En ik had zoiets van, ik ben wel een beetje klaar met de partijen die er nu zijn, die grote partijen. En toen hoorde ik het via mijn vader dat een nieuwe partij kwam en die heel erg gericht is op de jongeren en in Europa gevestigd. En ik dacht van, nou vind ik eigenlijk best wel goed. En toen ging ik me gewoon een beetje verdiepen en ik dacht van, nou ik ga gewoon hierop stemmen. Maar die zijn wel voor een heel federaal Europa, hè? Dus een beetje alles. Laten we zeggen, een leger, de belastingaangifte centraal geregeld in Brussel. Ben je er ook voor? Ja, nou op zich lijkt me ergens wel. Ja, nee, die belastingaangifte dan misschien dat niet per se. Maar over andere plannen die ze hebben met Europa, vooral het coronavirus. Maar ook over bedrijven. Ik denk bij sommige dingen wel dat je dat beter Europees kan regelen. Dus daar ben ik wel voor. En ik vind het sowieso gewoon goed dat ze ook vooral wel richten op de jongeren. Dat vind ik ook wel belangrijk. Je gaat stemmen? Voor de eerste keer? Ja, voor het eerst. Klopt. Ik ben net 18, dus... Vind je het moeilijk om daarover na te denken en een keuze te maken? Ik heb wel even moeten verdiepen, want ja, ik was er nooit zo mee bezig. Maar ik denk dat ik wel eruit ben. Tenminste, ja. En wat waren de belangrijke dingen voor jou om tot een keuze te komen? Vooral met mijn studie, met dat geld en de woningen, dat soort zaken vind ik wel heel belangrijk. Dus dat een beetje. Ja. Het wachten is nu uiteraard op het tellen van de stemmen. De exit polls zullen naar verwachting een redelijke schatting opleveren. Maar op woensdagavond laat zullen naar verwachting de meeste stemmen wel geteld zijn.